En er was een man tien meter verderop in die tuin en die zat te zuipen. En die, en die zat zo'n hele dikke gast en niet zo heel slim. En Dat is echt een lieve vent. Maar dus op een gegeven moment had ik dan een stukje over waar ik vandaan kwam. En toen zei hij: Ja, kom je dan uit die wijk? Ik zeg: Nee, ja, ik heb in Helmond op de middelbare school gezeten. En toen zei hij. Uh, ja, waar woonde jij dan? Gewoon dat soort dingen de hele tijd. Oh. En ik dacht: ja, ik ga nu naar een liedje toe. Dus dit is de overgang naar het liedje toe. En zei, waar woon jij dan? Ik zeg ja, in een dorpje daarnaast. Ja, welke dan? Ja, die en die. En zei hij, maar hoe kom je dan nou eigenlijk bij Giel Beelen terecht? Weet je Wat, wat is dit? Echt, oh. En toen aan het einde. Toen had ik zo een laatste zin. En toen ging je daar ook nog een vraag over stellen. Zo. En toen, zo'n zo toontje dat iedereen snapt... dit is het einde van de voorstelling. En Blackout zou het dan zijn. Ja. En hij zo... Ja, maar hoe zit dit dan nog? Dat zei je net ook al. Die zin kwam net toch al? Dat zei toch jou die en die?